Ja. De gemeente Bladel wordt verglaasd. Het aanleggen van het glasvezelnetwerk in de kernen van de gemeente Bladel komt een stap dichterbij. Vandaag wordt het contract met Delta Fiber Netwerk getekend. Een mooie gemeente. Ik heb wat nagezocht, want jullie zijn begonnen als gemeente Bladel in een ook voor mij interessant jaar. Want toen... Wim, wat is het belang van glasvezel voor de gemeente Bladel? Ik denk dat alle inwoners, alle ondernemers, alle scholieren hier in de gemeente Bladel, dat die heel veel profijt gaan hebben van een snelle internet. Onze raad heeft dat 4 jaar geleden ook al gevonden en die hebben onze opdracht gegeven om snel internet aan te leggen in deze bestuursperiode. Dus we zijn nu aan het einde van de bestuursperiode en daarom is het zo mooi dat we dat net kunnen realiseren voordat het zover is. En snel internet, het is van deze tijd. We moeten, denk ik, mee in de vaart der volkeren. De vraag is heel erg groot van onze inwoners voor snel internet. Dus ik denk dat we een mooie project moet kunnen gaan zien. En kunnen er ook andere netwerken komen? Ja, dat kunnen we natuurlijk op voorhand niet uitsluiten. Hè? Maar het feit dat we met een hele degelijke partij nu in zee zijn gegaan, die ook op vrij korte termijn in alle kernen glasvezel kunnen aanleggen, dat zal misschien de anderen ook ervan weerhouden. Maar nogmaals, we kunnen het niet uitsluiten. Natuurlijk niet. Nou, ik ben benieuwd. En hoe snel het gaat? Ja, wij zijn ook benieuwd. We hopen dat we op heel korte termijn natuurlijk onze eerste spade in de grond kunnen steken. En dan in een hoog tempo, hè, want dat is ook een belofte die Delta heeft gedaan. Een hoog tempo proberen om het hele grondgebied van onze gemeente te verglazen. En ja, dat is ook wel afhankelijk van het aantal aanmeldingen wat wij krijgen. Want met name voor de kleine kernen kan dat nog wel een boost gebruiken. Albert, je kunt aan de slag met glasvezel. En gaat het ook gebeuren? Dat gaat zeker gebeuren. Wij gaan aan de slag in Bladel, in de kern Bladel. Daar is de aankondiging gedaan dat wij gaan aanleggen. Dat gaat op korte termijn gebeuren. Zoals u belegd hebt meegekregen, is het nog wel de bedoeling dat wij in de kern van de gemeente Bladel nog even een laatste zetje geven aan de campagne die eind van deze maand op 16 januari afloopt. En daar zijn we er nog niet helemaal. Dus dat heb ik de wethouder ook horen zeggen. Het is wel zaak dat we nog even laten merken dat we het ook daar graag willen hebben. En waarom willen jullie zo graag in Bladel aan de slag? Wij willen graag in Bladel aan de slag en in de gemeente Bladel, in de kernen ook. Omdat het voor de toekomst belangrijk is dat mensen kunnen beschikken over een snel netwerk. We hebben de afgelopen 2 jaar echt heel goed kunnen ervaren hoe belangrijk het is dat je kan beschikken over een goed netwerk waarmee het thuiswerken, het thuis studeren en het thuis met z'n allen tegelijk online eigenlijk een realiteit is geworden de laatste 2 jaar. Het nieuwe normaal is wat ons betreft eigenlijk de toekomst. En is Camper TV ook straks op glasvezel te zien? Ja, dat is een goede vraag. Jullie hebben een behoorlijke kijkdichtheid, hebben wij gehoord. En terecht ook, denk ik. Wij hebben de ambitie om ook Camper TV door te geven. Het is goed gebruik om als de lokale tv, de lokale omroepen, als die hun signaal aanbieden aan de mediahub in Hilversum, dat wij dat signaal oppakken en ook door gaan geven in de gemeente. Dat gaat op postcode-niveau. Dat betekent dat wij ook Campen TV in dit postcodegebied kunnen gaan doorgeven. Daar gaan wij op korte termijn overigens over met de Camper TV in gesprek. Dus wat dat betreft tot snel, zou ik zeggen. Bent u bekend met het glasvezel? Wij zijn bekend met het glasvezel. Wij hebben zich aangemeld, dus wij hebben ons aangemeld, ja. Prima, er is net getekend, dus het kan door. Oké, ja, ik had al begrepen dat het doorging nu wel, dus we wachten het rustig af, zou ik zeggen. Ja, oké, goed zo. Dat het goed komt dan? Dat hoop ik ook, maar daar ga ik wel vanuit. Daar heb ik al vertrouwen in. Ja, oké. Wat vindt u van glasvezel, snel glasvezel? Afwachten. Weet ik nog niet. Het is getekend vandaag, dus het wordt binnenkort gaat de eerste spade grond in. En zou u eraan meedoen? Ik heb me al opgegeven. U heeft zich opgegeven. Even afwachten wat ik ervan vind. Ja, prima. Ja, je kan het eerste jaar gewoon kijken. Ja. Hè? Dus fijn dat u meedoet. Ja. Dat moeten we hebben. Ja. Oké, dank u wel. Dank. Oké. Ellie, jij werkt in de gezondheidszorg. Wat is voor jou het belang van snelle internet? Wat voor mij heel belangrijk is, en dat heb ik ook gezien gebeuren eigenlijk al de afgelopen 2 jaar sinds het begin van corona, dat het heel belangrijk is dat een arts, of het nou een huisarts is of een specialist in het ziekenhuis, die dan via internet contact legt met zijn of haar patiënt
om op die manier adviezen te geven of om metingen door te geven bijvoorbeeld. Van, al is het maar bijvoorbeeld een hartfilmpje of wat dan ook, wat digitaal verstuurd kan worden naar het ziekenhuis. En ik denk dat het in de toekomst steeds vaker nodig zal zijn en ook zal gebeuren. En daarom denk ik dat het belangrijk is om gewoon snel internet te hebben, om te zorgen dat dat vlekkeloos verloopt, zeg maar. Overal vandaan eigenlijk. Ja, vanuit elke plek in het huis dat dat dan ook aankomt. Ja, ja heel ja. belangrijk. Snel internet. Prima. Eigenlijk was dat mijn vraag. Ja. Dus dank je. Wim, jij bent een van de ambassadeurs van Glasvezel hier in Hogeloo. Ik zie dat je ook een kleinkind hebt. Wat betekent het voor jou om in Hogeloo glasvezel te krijgen voor de toekomst? Nou ja, inderdaad, je zegt het woord toekomst en glasvezel is bijna een synoniem voor toekomst, denk ik. Dus wij moeten inderdaad aan de toekomst denken en ja, mijn toekomst is met mijn leeftijd een beetje begrensd, maar ik heb hier een kleinkind op schoot en voor dit kleinkind is natuurlijk nog een mooie toekomst weggelegd, zeker als glasvezel onderdeel van zijn leven en van zijn toekomst uit gaat maken. Dus ik ben ambassadeur geworden onder ingeving van een paar andere fanatiekelingen die ook ontzettend met glasvezel bezig waren en zijn. En vanuit die gedachte ben ik aangesloten, omdat ik er wel in geloof. Ik heb hem wat ingelezen en ik heb een informatiebijeenkomst bijgewoond. Dus in die zin ben ik wel getriggerd om daar iets mee te gaan doen. Dus ja, glasvezel biedt tal van mogelijkheden. Veel meer internet voor hetzelfde geld is de slogan geweest. En is nog de slogan. Dus ja, ik geloof er wel in. Dus zeker als je kijkt naar wat oudere zorg. Ook in dat verband is er natuurlijk volop mogelijkheden om via internet dienstverlening binnen te halen. Ja, en het is voor hem natuurlijk ook heel belangrijk. Dat het ja, deze jongeman die heeft vaak zijn moeder hier op bezoek. En dan zit zijn moeder hier te werken. En nog eens een broer en ikzelf. En dan zitten we vaak met 3 of 4 mensen achter de laptop te werken. En dan moeten we wel natuurlijk voldoende voorzieningen hebben om te kunnen werken. En met glasvezel hebben we die voorzieningen in huis, denk ik. Okay. Ja. Snel internet lijkt in de toekomst niet meer weg te denken. Maar toch een oproep aan alle inwoners van Bladel om zich spoedig aan te melden.